Je hebt de BeRiders-app geïnstalleerd op je smartphone. Zo zorg je ervoor dat je ritten goed geregistreerd worden. De BeRider-app gebruikt locatiegegevens van je telefoon om bij te houden wanneer je fietst en hoe lang je fietst. Daarvoor gebruikt hij de GPS van je telefoon. Wil je zeker weten dat iedere fietsrit van begin tot eind wordt vastgelegd? Gebruik dan de start- en stopknop. Je weet nu zeker dat de app je fietsrit registreert. Je kunt gaan fietsen. Ben je op de plek van bestemming? Druk dan op stop. Druk ook op stop wanneer je tijdens je reis overstapt op openbaar vervoer of auto. Soms ziet de app namelijk niet goed welk deel van je verplaatsingen per fiets is afgelegd. Dat betekent dat je fietsrit dan niet goed wordt geregistreerd. Het is niet erg wanneer je vergeet de start- of stopknop in te drukken. De BeRiders app houdt normaal gesproken automatisch je fietskilometers bij. Met de startknop weet je zeker dat de app op tijd begint met opnemen en dat een rit juist geregistreerd wordt. Heb je problemen met de app? Controleer dan eerst of de GPS op je telefoon aanstaat. Op de iPhone kun je dit zien aan het pijlsymbool rechtsbovenin je telefoonscherm. Op een Android-telefoon heeft de app zelf een status-icoon. Deze vind je rechtsbovenin en hij knippert op het moment dat de app geen GPS-bereik heeft. De instellingen van je GPS-verbinding vind je bij de instellingen van je smartphone. Op een iPhone onder privacy en daarna locatievoorzieningen. Op een Android-telefoon onder locatieservices. Veel fietsplezier!